Niets maakt mensen zo kwaad als kindermishandeling of seksueel misbruik van kinderen. Als dat gebeurt, willen we niet alleen dat de daders worden gestraft, maar ook dat de slachtoffers de best mogelijke hulp krijgen. Dat gebeurt hier, in het Kinder-, Jeugd- en Traumacentrum in Haarlem. Toch moet het centrum zoveel inleveren dat ze 100 kinderen minder kunnen behandelen. En er is al een wachtlijst. Dan gaan we een film maken voor de staatssecretaris om haar op te roepen om niet te bezuinigen op dit centrum. Dit moet hier blijven, anders kunnen mensen niet goed leven. Maar Lies stopt de hulp niet. Laat de daders boeten en niet de slachtoffers. Staatssecretaris aan kinderen niet in de steek. Doordat we anders zo getraumatiseerd waren, functioneerde ik eigenlijk niet goed. Mijn kinderen die waren al boos en opstandig, dus dat functioneerde ook niet. Dus we waren eigenlijk geen gezin meer. Het ging gewoon niet meer. En door het praten hier zijn we allemaal wat rustiger geworden, is er weer structuur gekomen en zijn we weer een gezinnetje aan het worden. Er is heel veel huiselijk geweld tussen hem en mij gezien. En nou ja, zelfs dus hier erachter gekomen dat ze dus meer mee heeft gekregen dan dat ik zelf had kunnen vermoeden. En dat hebben ze hieruit gekregen. Thuis vertelden ze niet. Hoe ik het ook hier begreep, hebben ze ook verteld om mij te beschermen. En dan denk je, ja, zo'n klein kindje hoort mij niet te beschermen. En hier weet ze dus gewoon... Hier leert ze weer kind te zijn. Ik heb ook mijn kindje weer terug, zeg maar. Geachte mevrouw Veldhuizen van Zanten. Weet dat in Nederland 119.000 kinderen mishandeld worden. En u weet dat veel van hen behandeling nodig hebben. Hoe is het dan te begrijpen dat als dat meer gaat gebeuren en er komen meer kinderen, dat u aan de andere kant gaat korten op de behandeling van kindermishandeling? Dat is toch onbegrijpelijk? Gewoon om over de ruzies te praten en dan gaat het veel... verder bij mijn hoofd vandaan. En ik voel me gewoon een beetje een stuk blijer. Ja. En wat voor ruzies waren er? Met mijn stiefvader en mijn moeder. En die hadden dan heel veel ruzie en zo. Er zijn heel erg dingen. Ik had hier ook net zo goed niet kunnen zitten, zeg maar. Nee. Eerst zat alles een beetje in de warme hoofd. Maar nu heeft alles een beetje een plaats gekregen. Ik ben er heel blij mee. Zij had... hele erge driftaanvallen. En die zijn echt wel minder geworden. Ze had concentratieproblemen op school. Ze een jaar blijven zitten, maar dat gaat nu ook helemaal top. Dus ja, ik vind ook dat het moet blijven. Ik roep u op om het komend jaar €450.000 aan het KITC te geven, zodat wij gewoon door kunnen behandelen. En daarna naar een goede oplossing te zoeken. Ik hoop hierop op een heel snel antwoord. Mevrouw de staatssecretaris, ook namens collega-advocaten die slachtoffers bijstaan van kindermishandeling en kindermisbruik, doe ik een dringend beroep op u om dit onzalige plan te verlaten en het KJTC gewoon zijn werk te laten doen. Dat komt niet alleen de kinderen ten goede, maar ook de opsporing.